Johan Derksen blijft onverminderd vasthouden aan zijn standpunt over de beschuldigingen aan het adres van WNL-baas Bert Huisjes. Ondanks de opkomst van een reeks bekende vrouwen die zich uitspreken tegen het vermeende giftige gedrag van huisjes, blijft Derksen onverschillig. In zijn ogen zijn de reacties van onder andere Roos Mogre, Eva Jinek, Niki Her, Leonie ter Braak, Margreet Spijker en Merel Westrik niet overtuigend genoeg. Volgens Derksen begrijpen deze vrouwen niet dat huisjes. Als hoofdredacteur van een opkomende omroep als WNL, met harde hand moest ingrijpen om de boel op de rails te krijgen. In zijn analyse werden jonge redacteuren van regionale omroepen naar WNL gehaald, en Johan is van mening dat deze nieuwkomers niet voldoende begrepen waar het echt om draaide, de inhoud van de gepresenteerde onderwerpen. Hij rechtvaardigt het vermeende wangedrag van huisjes als een noodzakelijke reactie op de onervarenheid van zijn team. Derksen vervolgt zijn betoog door te stellen dat het logisch is dat een hoofdredacteur strak moet leiden, vooral met een groep jonge, onervaren redacteuren. Voor hem is het essentieel dat er geen ruimte is voor eigen interpretatie en dat presentatoren gewoon voorlezen wat op de autocue staat. In zijn ogen heeft Huisjes dat prima begrepen, getuigen het feit dat bekende namen als Sven en Jort geen klachten uiten. Wanneer Wilfred Gene Eva Jinek als voorbeeld aanhaalt, die zich eveneens niet comfortabel zou hebben gevoeld, buift Derksen de bezwaren weg. Volgens hem huilt Jinek simpelweg mee met de wolven in het bos en is het hele verhaal rondom huisjes voor hem niets meer dan onzin. Derksen blijft bij zijn overtuiging dat huisjes een uitstekende hoofdredacteur is die begreep hoe je een redactie in toon moet houden. Deze vastberadenheid van Derksen om de vermeende misstanden te bagatelliseren en zijn lof voor huisjes als leidinggevende werpen vragen op over zijn perceptie van de situatie en zijn bereidheid om de ervaringen van anderen serieus te nemen. Het debat lijkt verre van gesloten, terwijl de beschuldigingen aan het adres van Bert Huisjes blijven resoneren in de media.